Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, sport- en jeugdzaken geeft start zijn schooltassenproject, ministersdelegatie brengt oriëntatiebezoek aan district Para, weggedeelte Drambrandersgracht Gemeenelandsweg krijgt eerste asfaltlaag, van 16 tot en met 20 september ICT Week in Suriname en NH en delegatie China ondertekenen document ten behoeve van elektrificatie binnenland. Het brengen van goede en duurzame elektrificatie naar het binnenland geniet prioriteit bij deze regering. Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben minister Sergio Akimboto en een vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China een samenwerkingsdocument ondertekend. Dit document is ten behoeve van het elektrificatieproject voor het binnenland. U weet allemaal dat zeker vanuit de regering en met name het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen prioriteit wordt gegeven binnen het beleid, het energiebeleid, aan elektrificatie van dorpen in ons binnenland. En met name is het streven en is het beleid erop gericht om te gaan voor 24 uur elektrificatie van dorpen in het binnenland. Nou, in dit kader bent u dan ook uitgenodigd om vandaag deel te zijn, getuige te zijn van de ondertekening van een contract tussen enerzijds namens de regering van de Republiek Suriname, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de heer Sergio Akimboto, en anderzijds de vertegenwoordiger van het bedrijf Power China, met wie we thans dus vandaag een overeenkomst ondertekenen. En weliswaar voor twee dorpen, met name Pekinslee en Guyaba. Het is goed om te benadrukken in het beleid van de regering om te kijken naar het voorzien van elektrificatie als een van de basisvoorwaarden, basisvoorziening voor ontwikkeling. Dat het toch belangrijk is om de gebieden in het achterland die ontstoken zijn van energievoorziening, 1x24 uur, dat wordt opgepakt. Wat van belang is, is dat we in ieder geval een aantal zaken niet uit het oog moeten verliezen. Met name transport en gebruik van brandstof, van fossiele brandstof voor opwekken van energie, wordt voor een goed deel teruggebracht. Twee, beschikbaarheid van energie voor langere termijn, voor de mensenleven in het achterland. Dat dit een belangrijke stap is in de richting om te komen tot de optimale voorziening van energie. Vandaar dat het zo belangrijk is vandaag, deze ondertekening, om te beginnen met twee dorpen, de twee grootste dorpen in het boven Suriname gebied. Maar dat is niet waarmee we gaan stoppen. We zijn bezig met meerdere partijen te kijken om de stroomvoorziening in het achterland optimaal te garanderen. Power China is een van de partijen die heel effectief samen met het team van NH slagvaardig aan de slag is geweest. Dat we vandaag met hun kunnen ondertekenen. En ik denk dat dat belangrijk is. We kijken naar partners die ook effectief te werk kunnen gaan om inderdaad het achterland te voorzien van elektriciteit. Ik wil van deze plaats uit ieder van het ministerie die een bijdrage geleverd heeft tot het standkoming van dit traject, van deze twee, laten we zeggen, of dit project voor uitvoering in twee dorpen. But ook definitely Power China for their effort, the support, the dedication to reach this point, to start up this project. And of course, het ministerie van Financiën, die zeker ook een bijdrage heeft geleverd voor wat betreft het financieel gedeelte, om daar goedkeuring aan te geven. Het is een start zijn, we gaan beginnen. En we hopen, of althans de ondertekening om een start zijn te geven, te initiëren. En we hopen dan ook samen met de verschillende partijen die betrokken zijn, zeker ook met Power China, te zorgen te dragen dat we ons achterland volledig kunnen voorzien van elektriciteit. Nogmaals, iedereen feliciteren met de mijlpaal en dat het een succesvolle implementatie zal krijgen.
Een team van ministers, te weten Likram Surjan van RGB, Vijay Chutkan van OWTNC en André Misikaba van SOSAVO, heeft een veldbezoek gebracht aan het district Para. Tijdens dit bezoek zijn er verschillende gesprekken gevoerd en is een bezoek gebracht aan onder andere Smalkalden West, La Vigilancia Waterland en Kindertehuis Johanna. Het team van ministers heeft onder meer aandacht gehad voor infrastructuur binnen dit gebied, toewijzing van gronden en occupatie. Parlementariër Patrick Kensenhuis, oud-DNA-lid Ricardo Panka en waarnemend DC van Para, Frederik Finissi, maakten ook deel uit van deze delegatie. Het is een gecombineerd bezoek geweest van de minister Openbare Werken, Sociale Zaken en RGB. De bedoeling is om eigenlijk de probleemgebieden met betrekking tot infrastructuur, grondproblematiek te bezichtigen, bezoeken. Met dien verstande dat we ons een goed beeld kunnen vormen als we zeg maar besprekingen hebben over die gebieden. Dan kan je een beeld vormen in waarover praten we. Hoe zou je het best kunnen aanpakken, maar ook het contact met de mensen zelf die daar woonachtig zijn en hun voorstellen meenemen, zodat je een oplossing kunt bewerkstelligen waarbij alle partijen tevreden zijn. Dat is de bedoeling. Maar we moeten wel gaan richting een oplossing. Er is eigenlijk opdracht aan de regering gegeven. In 2015 zeg ik elke keer, het electoraat zegt, pakt u mijn infrastructuurproblemen aan, grondproblemen aan, huisvestingsproblemen, educatie, alle andere aspecten waarmee de regering zich bezig dient te houden. En dit is een onderdeel van het tot eindresultaten komen, maar dat veldbezoek is onderdeel daarvan. Er is een heleboel werk, zaken die natuurlijk verschillend zijn van die we heel snel kunnen oppakken en oplossen. Maar ook wat complexere situaties die we hebben gezien. En daarvoor gaan we natuurlijk de noodzakelijke voorbereidingen moeten treffen om richting een oplossing te gaan. De low-hanging fruit zoals we dat kennen, dat gaan we zeker moeten aanpakken. Daar heb ik het over de zichtbare ontwateringsproblemen die er zijn. Wegen die moeten worden aangepakt. En natuurlijk die brug die we ook hebben gezien over de Pararivier, die moet zeker onze aandacht. We zijn al gestart immers met de voorbereidingen. Over 2 weken moeten we het bestek zover hebben met de noodzakelijke werkzaamheden daarin opgenomen. En dan gaan we natuurlijk de procedure verder moeten inzetten om dus te komen tot uiteindelijk een juiste aanpak van die brug. Maar zo ook hebben we natuurlijk gezien verschillende gebieden in Para-Oost die een goede aanpak nodig hebben, ook een structurele oplossing. En daar gaan we natuurlijk voor. Het is verschillend van grondpapieren tot ontwateringsproblemen, tot het plaatsen van duikers, maar ook weginfrastructuur, de gebouwen die er zijn van de openbare diensten. Daar moet er ook aandacht gegeven worden. Maar zo ook heb je natuurlijk hier en daar wat kleinere verzoeken die de mensen hebben gedaan, waar we zeker ook aandacht aan gaan besteden. Dus dat het een noodzakelijke, maar ook een goede veldbezoek was, ja. Maar dat ik tevreden nog ben, nee. Voor mijn beleidsgebied is natuurlijk, we hebben enkele sociale instellingen aangedaan. En wat problemen die te maken hebben met subsidie die te laat wordt uitbetaald. Dus die dingen hebben we, waar het kon, direct aangepakt. En ik denk dat er wat braakliggend terrein hier is voor. Ik kijk altijd als minister van Sociale Zaken naar sociale cohesie. Dus als ik in een gemeenschap kom, dan kijk ik naar hoe zijn de samenlevingsvormen.
zijn er voldoende sociale voorzieningen. En er zijn bepaalde dingen die niet op mijn beleidsgebied zijn, maar je kan het altijd aanzwengelen bij een collega, school, polykliniek, dat soort dingen. Kwaliteit van onderwijs als één van de belangrijke doelen moet gegarandeerd zijn. Dit is het streven van de UN-SDG-ambassadeurs met het schooltassenproject. Dit project dateert van 2008, waarbij er 250 tassen zijn gedoneerd aan leerlingen. Dit jaar zullen er landelijk 40.000 schoolpakketten verstrekt worden. De start was op woensdag 11 september. Ik vind het leuk. Ik ben blij. En ik vind het leuk dat ik een schoolpakket heb gehad. Dank u. Vandaag staan we hier de launch van het schoolpakkettenproject, georganiseerd door de UN-SDG-ambassadeur. Collega, wederom een meerpaal. Ja, wederom een meerpaal, maar niet zomaar. Het CARICOM Youth Ambassadeurs programma, en daar kijk ik naar mijn collega, Georgette Groot van. Wij ondersteunen dit project met z'n allen, met name met ons korps. Dankzij de regering Bouterse Adin, die natuurlijk weten waar de noden van onze jongeren zitten. En natuurlijk als wij als jongeren aankloppen, dan zegt de president Desiree Delano Bouterse, natuurlijk, ik ondersteun jullie. Mag ik een applaus? Voor de president. En ik weet dat dit project al een aantal jaren gaande is. Het is begonnen met Melvin Bouba, nu de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, tezamen met de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Bigri, die toen met dit idee zijn gekomen om kansarme jongeren, die een beetje minder beduld zijn om ze zeg maar een duw in de rug te geven. En vandaag mogen jullie jongeren met de ondersteuning van deze regering, met de organisatie van de UN-SDG ambassadeurs, Panza en Siveren, mogen jullie straks een schoolpakket in ontvangst nemen. Maar niet zomaar. Dit schoolpakket moet eigenlijk een symbool zijn dat wij deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gerealiseerd willen zien. En als we kijken naar doel nummer 1, geen armoede. En we kijken naar doel nummer 4, quality education. Ja? Dan is dit de eerste stap. Maar de tweede stap, en het is de belangrijkste stap als je het aan mij vraagt, als jullie willen studeren, als jullie naar school willen gaan en iets willen worden in deze mooie maatschappij, Suriname, als jullie Sipaluwini verder in ontwikkeling willen brengen, dan moeten we naar school. Ook ik ben naar school gegaan en ik ga nog steeds naar school. Dus jongeren van Suriname, laten we dit moment met z'n allen aangrijpen en het beste van maken. Succes! Ik wil je deze tas aanreiken en je eigenlijk de boodschap geven om niet te stoppen met je schoolcarrière. Ga door. Laat iedereen van het district trots op je zijn. Want jij bent iemand van Sipaluwini en hier hebben we het gedaan. En deze tas moet zorgen dat de toekomst voor jou breder en beter wordt. Goed? Gefeliciteerd, alsjeblieft.
project is een jaarlijks terugkerend evenement welke sinds 2008 is geïnitieerd door Melvin Bova en de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Eldis Polak-Bili. Dit project is een handreiking aan de jongeren en ouders om tenminste aan één van de 17 Sustainable Development Goals te voldoen. Dat is doel nummer 4, Quality Education. Laat dit pakket maken dat Sipaliwini over een paar jaren piloten heeft. Laat dit project maken dat Sipaliwini over een paar jaren leerkrachten heeft. Laat dit project maken dat Sipaliwini over een paar jaren meerdere DC's krijgt. Laat dit project maken dat Sipaliwini, dat er een president zelf uit Sipaliwini komt. Ik wil aan de jongeren zeggen dat ze verder moeten studeren, verder naar school moeten gaan met wat ze hebben gekregen. De regering van de Republiek Suriname, in het bijzonder het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, en de Caribbean Telecommunication Union, CTU, organiseren van 16 tot en met 20 september de ICT Week. De ICT Week wordt onder andere georganiseerd om de samenleving te informeren en het bewustzijn over het effectief gebruik van ICT te vergroten. Het thema is Digital Transformation, Do It! Op vrijdag 13 september is de media breedvoerig geïnformeerd over deze ICT Week. We starten met 2 dagen van vergaderen van ICT-ministeries van alle CARICOM-lidlanden. Daarna, op woensdag 18 september, starten de activiteiten die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen in de samenleving. En daar zijn er in totaal 4 verschillende activiteiten, waarvan voor voornamelijk de TAS het belangrijkste de Caribbean Futurescape is. En daarnaast hebben we nog twee Facebook trainingen. Een training over Internet of Things. En we gaan ook trainingen geven aan people with disabilities. En in dit geval mensen met een beperking aan hun gehoor en hun zicht. Yeah. Suriname moving ahead in terms of the government adopting information and communication technologies, and we are bringing some of the programs that we have in ICT to help support the government of Suriname in the adoption of the technology. So one of the featured activities that will be happening next week from the 18th to the 20th of September is one we call Caribbean Futurescape. And it demonstrates through a technology immersion experience the value of having an electronic identification card. And you know, when we talk to people about technology, many times they don't really appreciate the value or the transformative potential of that technology to improve what they already do. Mm-hmm. So in Caribbean Futurescape, you will never hear us talk about the technology, but you would experience it. Een van de grootste stappen is geweest om dus aan te tonen het belang van het digitaliseren in Suriname van processen en procedures. Maar meer nog, het belang om als regering richting die daadwerkelijke digitalisering te kunnen gaan. ICT Week, zoals de directeur van TAS dat heeft aangegeven, ligt natuurlijk in het kader van het feit dus dat de overheid is één en ondeelbaar. Maar wat we merken is dat wij op de diverse ministeries allemaal bezig zijn dagelijks met ICT-zaken. Maar dat er dus een coherente coördinatiepunt moet zijn om de zaken te kunnen trekken. En ik denk dus dat de regering kamerbreed ook ervan overtuigd is dat dat moet gebeuren, niet alleen. Maar dat het dus ergens eruit getimmerd moet worden. En we hebben dus ICT Week waar we gebruik van gaan maken
om iedereen, en daar heb ik het natuurlijk niet alleen over de regering, de overheid, maar ook de private sector, maar een ieder ander die in Suriname een stukje belang bij heeft, noem het stakeholders, die dus de ruimte zullen krijgen om mee te doen en mee te zien de richting die wij hebben gekozen als regering, om dus dit stuk beleid sectoraal te gaan benaderen, niet alleen, maar zo comprehensief mogelijk aan te pakken. Het project vernieuwing van de riolering van de Zwarte-Novenbrugstraat, dat in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie uitgevoerd wordt door het aannemingsbedrijf Baitali NV, verloopt gestaag. De werkzaamheden bij het weggedeelte gelegen tussen de Drambrandersgracht en de Gemeenelandsweg zijn zo goed als af. Op vrijdag 13 september is de eerste asfaltlaag aangebracht op eerder genoemd weggedeelte. Wij brengen u het volgende.
Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.